Hallo, leuk dat je kijkt. Ik wil graag vandaag met jullie een Bijbeltekst lezen uit Johannes 20. Lees maar mee vanaf vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich, toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. We zien pas veel later, dagen na de hemelvaart van Jezus, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Betekent dat dan dat de discipelen ongehoorzaam waren of dat zij niet konden doen wat Jezus zei? Ondanks dat de uitstorting van de Heilige Geest hen heel veel kracht heeft gegeven op die Pinksterdag om te getuigen, meer dan wat zij ooit hadden gedacht, geloof ik dat het hier gaat om een blijvend ontvangen. Na de uitstorting van de Heilige Geest zien we namelijk opnieuw in Handelingen 4 dat de discipelen opnieuw bidden om de kracht van de Heilige Geest en dat ze die ook ontvangen. Lees maar eens mee in Handelingen 4. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God. Ze hadden Gods Heilige Geest al ontvangen op die Pinkstermorgen. En toch vragen zij opnieuw om zijn kracht. Ik geloof dat wij hiervan mogen leren dat wij mogen blijven ontvangen van God. Niet omdat we op de gaven gericht zijn, maar op de gever. De discipelen van Jezus bidden hier om de kracht van God, juist omdat ze zien hoe de mensen daar tegen God opstaan. En door te vragen om zijn kracht, bidden ze om iets wat God verhoogt, in plaats van om iets wat hunzelf verhoogt. Blijven ontvangen. In een glas wat vol zit met water, kan geen water meer bij. Want als het glas leeg is, is er ruimte om iets nieuws te ontvangen. Pas wanneer jij je angsten, je zorgen, je twijfel durft achter te laten bij God de Vader, komt er meer ruimte voor de Geest van God, die jou steeds meer kracht zal geven om je identiteit te vinden in Hem, waardoor je sterker kan worden in Hem. En als dit al kan bij een glas wat leeg was, wil je dan bedenken wat er gebeurt met een glas wat geen bodem heeft? Het water vult het hele glas, maar het stroomt ook door naar anderen, waardoor ook anderen gevuld kunnen worden met kracht van de Heilige Geest. Door je barrières, je bodem, van twijfel, van angst voor mensen af te leggen, ontstaat er ruimte om een kanaal te zijn van de kracht van Gods Geest. De kracht van het levend water wat door jou heen stroomt. Daardoor kun je een ander nieuw leven geven. Nieuwe kracht. Niet omdat jij de gever bent, maar omdat je gericht bent op de gever, de schepper van hemel en aarde, van jou en van mij. Laat daarom je twijfel, je angst, je onzekerheid, je vraag achter bij God. Blijf zijn geest ontvangen. Blijf ontvangen van hem, tot opbouw van jouw hart en van de mensen om je heen. God zegen voor jou.